Nieuwe mensen in de zetel, wees welkom hier bij jullie, zal ik zeggen. Piet van den Mortel, juist, ja. Katja Verbeek, Anne Wee. Ja. Alle drie verbonden aan het AI-lab, denk ik. Of daar toch alles een traject doorlopen. Verbonden. Ja, een traject doorlopen. Ik zal daarmee beginnen. Ja. Wat bindt u aan het AI-lab en wat doe je nu? Wat bindt mij aan het AI-lab? Eigenlijk dat ik hier mijn doctoraat heb gemaakt. Oké. Dat is essentieel de link. Dat was toen nog een voorloper van het AI-lab. Ondertussen is dat één groot lab geworden. Het lab toen draaide specifiek rond machinaal leren. AI is een bredere term, denk ik, maar dan kan je aan de experts vragen of dat de juiste uitleg. En dus dat was eigenlijk het onderwerp waar ik eigenlijk als ingenieur origineel dan in informatica gerold en dan het machinaal leren onderwerp sprak mij aan, omdat dat iets was dat mij enorm fascineerde al heel snel. En daar heb ik een doctoraat in gemaakt. Ik heb dan nog een tijdje academisch werk gedaan in Antwerpen. En ik ben van daaruit eigenlijk de privé ingestapt. Ik ben ondernemer geworden, zeg maar. Dus ik ben niet meer academisch verbonden, maar dat wil zeggen dat mijn erfenis uit het academisch verleden, dat ik die altijd wel meeneem en dat dat zeer zinnig is. Maar dat is niet iets waar ik dagelijks als job mee bezig ben. Okay. En machinaal leren, is dat dan robotica? Nee, het is het gebruiken van algoritmes om leerproblemen op te lossen. Machine learning dan? Machine learning. En heel specifiek toen rond optimalisatie van elektronische circuits en aanpasbaarheid van elektronische circuits. Dat is een heel esoterisch onderwerp. Maar goed, dat was hetgeen waar ik toen rond werd. Als fysicus vind ik dat heel toegepast, ja, hoor. Ja, dus extreem kort, want het ging daar net nog over. Dat eigenlijk de inspiratie is daar kijken naar natuurlijke systemen, hoe die zijn opgebouwd. Wat maakt die robuust? Wat maakt die adaptief? Ja. Daar zit ook een link met leren en modelleren van de natuur. En kan je daar als ingenieur, ontwerper, technisch mens in deze tijd iets uit leren waardoor je systemen, technische systemen beter kan maken? En daar is bijvoorbeeld interesse in vanuit ruimtevaart. En zo, als je iets wegstuurt en dat is jaren weg, ja, daar gebeurt iets, kan je dat fouttolerant maken zoals een natuurlijk systeem fouttolerant is? Snij je vingers, snij je arm, dat repareert zichzelf. Hoe werkt dat? Kan je dat nabootsen in software en zo verder. Dus in die hoek zat wat ik toen destijds deed en waar ik nu absoluut niets meer mee doe. Maar het is op zich wel een interessant onderwerp, wat een randonderwerp is van wat AI in de breedste zin van het woord wel is. En in je ondernemerschap zit daar AI in? De light versie. Okay. Laat ons zeggen dat in wat ik gedaan heb tot hiertoe, zeker toetsen van AI zaten, maar vooral, want ik heb altijd samengewerkt met een aantal andere mensen die ook een AI-achtergrond hadden. En wat wij vooral deden was wegblijven uit de hoeken van AI waarvan wij goed weten dat daar geen oplossing zit. Dus weten waar de grens ligt tussen klassieke benaderingen en AI-benaderingen. Ja. Het wegblijven van de hype en zorgen dat we industrieel, commercieel toepasbare producten hebben waar hier en daar stukjes optimalisatie in zitten, maar waar, als ik zo'n systeem bekijk, 70% domeinkennis zit, 20% grondig werk en dan nog 10% optimalisatie AI als je wil. Hè. Terwijl dat er vandaag nog wel eens de neiging is om te denken dat dat 95% AI moet zijn en daar geloof ik absoluut niets van. Ik ging het net zeggen, ik denk dat je op dit moment in de ontwikkeling een enorm interessant profiel hebt. Je zou eigenlijk als missionaris naar bedrijven kunnen gaan en zeggen, daar heb je geen machine learning voor nodig. Daar heb je ook geen machine learning. Ja, dat klinkt een beetje tegenintuïtief voor iemand die daar toch een deel van zijn tijd mee bezig geweest is. Maar ik vind persoonlijk, en opnieuw, ik zit daar niet zo dichtbij als de twee mensen hier aan de andere kant van de zetel, maar het juist prediken van het leggen waar de grens ligt en zien waar iets begint en eindigt, is van enorm belang, vind ik. En is waar wij nu, ik ben nu terug met twee kleine ondernemingen bezig, en één daarvan schort heel dicht aan bij het AI-topic, dat gaat over begrijpen van programmeercode. En vandaag is er zo'n hype, je had het daarnet aan, AI kan programmeren, dat is je reinste onzin. AI kan niet programmeren. Die kan doen alsof hij programmeert, maar die kan niet programmeren. Misschien in de toekomst wel. Hè? Maar het schrijft dus software, ja, het kopieert dat van elders. Heel waarschijnlijke software schrijft dat. Ja. Ja, maar dat is niet noodzakelijk exact wat je nodig hebt. En zo goed, maar dat is een ander onderwerp. Maar ik vind een zeer belangrijk onderwerp het onderscheid tussen AI, hype en werkende computersystemen en hoe je dat bouwt en hoe je dat verschil maakt. Dat is zeer belangrijk.
Er zit een link in mijn voorstelling over van AI gaat alles oplossen. Een link naar elektriciteit, dus 120 jaar geleden. Ook de nieuwe hype, de nieuwe technologie. Mm-hmm. En er is een boekje van een soort avonturenroman uit 1920, denk ik, waarin een avonturier op pad gaat met zijn elektrisch jachtgeweer. Mm-hmm. Want alles gaat elektrisch worden, dus uiteraard. De electric rifle, ik geef dat dan als voorbeeld. Maar kijk, mensen dachten toen ook, elektriek is het nieuwste, dus het gaat alles op. Soms dient het er niet voor. Dat boekje heette Tom A. Swift's Electric Rifle. Dus mm-hmm. Tom A. Swift was zo'n mm-hmm. avonturierenroman, was zo'n reeksje. In de jaren 60, 70, denk ik, is er een NASA-ingenieur die effectief een elektrisch wapen uitvindt. Dus waar dat zo twee draadjes uitschiet mm-hmm. en dat landt dan in iemand en dan verkrampt het spier. En die heeft dat Tom A. Swift's Electric Rifle genoemd. Zo noemde hij dat wel. En toen merkte hij, dat is te lang. En hij heeft dat afgekort met de beginletters. En dat is... Taser. Ja, de taser genoemd naar Tom A. Swift's Electric Rifle. Ja. Maar ik vind het een heel tof voorbeeld van... Uh-huh. Elektriek gaat alles oplossen. Dus ook ons jachtgeweer uh-huh. enzovoort enzovoort. Ja. Ja. Goed. Voilà. Katja Verbeek. Ja, Piet kan dat goed uitleggen. Dat was toen al, dat is nu nog. Ja. Maar ik geef me wel gelijk, ik heb hem dikwijls gelijk. Maar ik geef me wel gelijk in de zin dat... ik sta nu in het hoger onderwijs. Ja. Ik zit de brug tussen academische en het werkveld. En wij doen ook nog altijd onderzoek, wij doen toegepast onderzoek. Mm-hmm. En wij moeten bedrijven gaan helpen, sensibiliseren. Wat is die AI? Wat kun je daarmee doen? En ik geef, maar ook naar mijn studenten. Hè, ik zeg ook altijd van, ja, 80% van je tijd zijn je bezig met je data op te kruisen. Hè. Dat is allemaal niet zo heroïsch dan het klinkt. Dat ziet er fancy uit. Maar je hebt heel veel werk om één je data goed te krijgen. En dan moet je nog eens goed nadenken, is dat wel mijn data? Mag ik daar wel iets mee doen? Dus dat zijn vaak niet de... Ja, ik heb denk ik ook niet altijd zo de koopspraatjes om AI aan de man te brengen. Want daarnaast... Ik moet groente kunnen kruisen. Ja, voilà. Daarnaast ben ik ook wiskundige, dus ik bekijk het vanuit... We zijn eigenlijk twee wiskundigen. Ik bekijk het vanuit een wiskundig oogpunt. En dan... Zacht twee wiskundigen. Ja. Matrices. Ik wijk af. Ja. Ik zeg dan tegen mijn studenten, zeg dan eigenlijk letterlijk, weet je wat er gebeurt als Netflix vraagt welke andere films vind jij nog tof? Zeg, dat is eigenlijk een afstandsmaat in een hoger wiskundige ruimte dat er dan plaatsvindt. En dat is de reden waarom dat je ook wiskunde moet kennen. Dus ik denk dat ik ook altijd zo de partypoeper ben die zegt van, nee, moet die basis is belangrijk, wiskunde is belangrijk en heb je wel echt die AI nodig. Dus ik sluit mij er eigenlijk bij. Netflix herleiden tot vectoren. Ja. ik heb echt zo'n slide waar je in de film in die dimensies kunt bekijken. Ah, ja. Van, op de schaal van humoristisch tot spannend, maar dat ze de film zelf dan beschrijven, maar je beschrijft ook de persoon die dat die film graag ziet en dat zijn allemaal... eigenschappen die je meeneemt in je vergelijking, daar maak je een wiskundige afstandsmaat mee. Dus met humor, romantiek, actie, kun je eigenlijk een multidimensionale... Ja, tuurlijk, dat is een vectorruimte. Dat is een vectorruimte. Voilà, ja, inderdaad. Ja. En dan zoek films die in de buurt liggen in de vectorruimte. Dus je kunt maar beter matrices kunnen uitrekenen. Want... Ik ga dat, ja. Het is een onderwerp waar ik wel... Van op afstand, hè, ik ben niet meer in dat domein, dikwijls over nadenken nu, is het, neem nu het ChatGPT-verhaal, wat eigenlijk statistiek on steroids is. Hè. Dat is een enorm statistisch model, en dat doet heel probabele dingen. Mm-hmm. Oké, okay, goed. En wat is dan intelligentie? En is dat zo fundamenteel anders dan iets heel efficiënt berekenen? Want als je zoiets ziet, dat ding weet welke films ik graag zie, dan moet dat toch wel snappen. Nee, dat snapt niet fundamenteel. Dat rekent gewoon heel erg straf met alle soorten dingen die jij uit over films en wat je doet. Ja. Maar dat begrijpt niet fundamenteel waarom je die film goed vindt. Dat is iets anders. Hè? En dus dat, ik weet niet in hoeverre, hoe dat zit in het onderzoek vandaag. Maar het verschil tussen enorm krachtig rekenen, en wat een deel van de reden is waarom er nu een enorme hype is, rekenkracht, dataverwerking, dat maakt veel mogelijk. Want de technieken die vandaag gebruikt worden, in essentie bestaan al heel lang. Ja, die zijn niet zo revolutionair. Die zijn verbeterd. Krachtige maar de omgeving waarin die zich bevinden is anders geworden. Ja. En je rekent gewoon enorm snel en enorm krachtig. Ja. En dan zie je mensen die zeggen, dat is intelligent gedrag.
Nee. Nee, dat is een enorm krachtige computer die enorm veel statistiek tegelijk kan draaien. Ja. Dat is wat dat is. Dat is vooral een domme query eigenlijk te veel aan energie kost. Eigenlijk zouden van het moment dat je zo'n domme ChatGPT-vraag stelt, zou er moeten opkomen, dit kost u 2 bomen uit het sodium. Ja, wel, ik denk dat een kwartierke microwolf is, denk ik. Ja, ik heb wel die vergelijkingen gezien die ik denk van... Ja, de mooiste vergelijking die ik vond is, als je aan je smart speaker vraagt om je licht uit te doen. Dat dat evenveel energie kost als 5 uren je licht laten branden. Ik weet nu niet of dat al... Dat dat allemaal effectief zo is, hè, want er wordt veel verteld en we kunnen niet alles niet meer geloven. Maar ik vraag mij af of daar al grondig op naar gedaan is. Eigenlijk heb je de 2 definities van AI. Hè. De definitie die het meest fundamenteel is, is inderdaad intelligent gedrag modelleren, net zoals een mens denkt. Hè. Maar de andere definitie is wel gewoon intelligent gedrag vertonen, zonder dat het daarom in de doos moet gebeuren zoals dat de mens het zou doen. Hè. Ja. Maar je hebt natuurlijk gelijk wat... Ik zeg over ChatGPT, dat is een student die naar het mondeling examen komt. Hè, en eigenlijk wel een geloofwaardig verhaal brengt. Die heeft de cursus doorgenomen. Die kent die 2O's zo wat. Die kent de definities vooral. Maar als je doorvraagt, valt die volledig door de mand. Ja. En dat is wat je ook zegt. Hè, het redeneert niet echt. Hè. Ja. Terwijl, als je echt iets begrijpt, moet je ook weten waarom. Ja. Wat zit daar echt achter? En niet gewoon... De zinnetjes die in een boek staan, die daar ergens iets mee te maken hebben, reproduceren. Ja. En dat is wat ChatGPT doet. Hè? Ja. Wat mij fascineert, of wat ik zie gebeuren in het publiek, zeg maar, mensen die daar verder vanaf staan, die beginnen te vermoeden dat intelligent gedrag verdorie zeer dichtbij is. En dat echt dat daar intelligentie aan broeien is. Dat kan niet anders, want daar worden teksten gemaakt en weet ik veel wat. Maar dat moet je bij aanchecken. Maar volgens mij, de stap naar intelligentie is veraf. Hè. We rekenen enorm efficiënt en heel gericht op bepaalde problemen. Maar intelligentie, zoals sommige mensen dat, en dat is gevaarlijk, soms denken te zien. En dan krijg je vertrouwen in een systeem dat niet waard is en zo verder. Daar ben je wel even van weg. Hè. Kun je ook afvragen, zijn wij allemaal dan intelligent in wat wij doen in ons dagelijks werk? Is dat een goede vervanging? Ja. Maar je hebt, alles is perceptie, denk ik. Hè? Ook in ons hoofd heb je natuurlijk 2 lagen. Hè. Je hebt ons redeneervermogen, je hebt ons cognitieve als-dan-denken, maar je hebt ook, laat ons zeggen, de berekening in ons biologisch neuraal netwerk, onze reflexen, ons aanvoelen, die niet bewust gebeurt. En de snelle reacties. Het conditioneren van dieren is denk ik dat dier... Er is geen enkele duif die redeneert, als ik nu op die knop duw, krijg ik waarschijnlijk eten. Nee, dat is gewoon daarin gestopt. Ja. En dat is ook een vorm van berekening die misschien dichterbij is dan het bewuste redeneer. Ja. Het diepere redeneren, Men spreekt ook over system 1, system 2. Hè? AI-act, zeker. Ja. Gewoon in het algemeen. In de architectuur van intelligentie zijn er een aantal dingen die inderdaad gebaseerd zijn op reflexen. Als je de straat oversteekt en een auto komt af, je beslist of dat je oversteekt of niet. Dat kun je ook niet zeggen. Terugkoppeling naar de wetten van de fysica, die auto gaat wel stoppen. Je gaat uit van je intuïtie voor rustig. Voor een aantal taken is dat oké. Okay. Ja. Maar natuurlijk, ChatGPT, als je wilt echt een diepe conversatie hebben over een onderwerp, verwacht je dat die domeinkennis heeft, diepere kennis, en niet gewoon waarschijnlijke zinnetjes kan produceren? Korte opmerking over dan terug naar waar ik mee bezig ben. Een van de... Ik probeer dus klein bedrijfjes te groeien. En een van de dingen die we doen, is een bedrijfje rond het begrijpen van programmeercode. Ja? Dus het begrijpen, echt het semantisch begrijpen van programmeercode. Wat wij daar als een mogelijke toepassing zien, is net om dat te gaan linken aan een ChatGPT statistisch gebaseerd systeem, zodanig dat je, je kan het systeem gebruiken in zijn kracht om te rekenen met enorme hoeveelheden, en je koppelt dat aan een kleiner, gericht systeem, dat ervoor zorgt dat het specifieke onderwerp waar je het dan over hebt, zijn de programmeercode, dat je daar diepe kennis van hebt. En dan kan je bijvoorbeeld zorgen dat als een ChatGPT-achtig systeem een suggestie doet, dat er bijvoorbeeld
functioneel equivalent is met iets wat je probeert om te zetten. Zodat je begrijpt... Ja. Wat, ik denk wat, dat jij dan een keer toch de raad van Vivian moet lezen. Ja. 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 Zo een 40 jaar geleden. Ja, maar die dingen... 35 jaar geleden. Ja. Dat ging allemaal over programmeerconcepten, wat we nu cliché... Allee, toen patronen. Heette dat clichés. Hè? Ja, die de patronen. Die software engineering. Dat ging daarover, over welke concepten wil je eigenlijk aanleren, ook aan een student. Ja. En oorspronkelijk was mijn doctoraat een tutoring systeem, hè, om die concepten aan te leren aan studenten. En dan, hé, wat is gemeenschappelijk programmeertaal onafhankelijk? Mm-hmm. Hè, wat zijn dan de stukken die specifiek zijn voor een bepaalde programmeertaal? Ja. Dan had ik Lisp en Fortran of ik weet niet meer wat dat was. Okay. Ja. Ik bedenk net, ik heb u nog niet voorgesteld, Andoé. De reden is uiteraard, she needs no introduction. Nee. Dat is al het duidelijkst. Maar het AI Lab is nu 40 jaar. Ja. Wordt 40 jaar. Dat is ook... Wel binnen een paar weken. Voilà. Ja. Mensen schrikken vaak, mensen die nu pas AI oppikken, schrikken vaak hoe lang het al meegaat. In 1956 wordt dan vaak genoemd, de Dartmouth Conference. Ja. Hoe lang ben jij bezig in AI? Oei, 35 jaar. 35 jaar, ja. Dan... We zijn 88 begonnen. En Katja was mijn eerste doctoraat. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik toen niet dacht, ik ben AI bezig. Hè. Die van het AI Lab, die waren voetbalrobotjes aan het maken. Hè. Dat waren de mensen die met hardware bezig waren, terwijl dat ik graag software schreef en nadacht over lerende software. Ja. Dus voor mij was dat op dat moment nog niet echt de echte AI. Ik weet niet. We noemden dat ook computational modeling, omdat ik dat vanuit een wiskundig standpunt bekeek. Dus. En waren dat dan specifieke dingen die je probeerde lerend te maken? Of was dat heel fundamenteel? We waren toen al multi-agent systemen. Wij waren een van de eerste. Ja, reinforcement learning. Hè. Dus dat komt eigenlijk ook uit de psychologie. Hè. Dat heeft ook een... Dus daar bestonden al theorieën over. Hè. Hoe leert een kindje kruipen? Hoe leert een kindje fietsen? Achteraf, dan als ik kinderen had, gaf ik fotootjes van mijn kinderen die leerden fietsen. Om te zeggen van, kijk, als je aan zo'n klein kind vraagt, trapt maar goed en als je draait, dan ga je niet op een ingenieursmanier zeggen, pas op, als de hoek tussen uzelf en de grond zoveel graden wordt... Uw zwaartepunt ligt rechts van uw steunpunten. Ja. Dus dat kind toe maar, dat valt. En dat is reinforcement uit de omgeving, waardoor dat je leert. Nu aan mijn studenten vertel ik dat als je een auto leert parkeren. Hè, dat zijn zo zaken dat wij inderdaad intuïtief doen, maar die je ooit moet leren. En dat moeilijk zijn om uit te leggen, hoe leer je dat? En dat heeft men computationeel gemaakt. En dat is dan tof, want dan kunnen wij dat programmeren en zien hoe dat En wat is een multi-agent systeem? Wel, dan heb je eigenlijk meerdere van die lerende software in één omgeving. En de moeilijkheid is, als je, er bestaan algoritmen waarvan je braaf kunt aantonen, kijk, als die leert om die acties genoeg te exploreren, dan gaat dat stukje software zich na een tijdje goed gedragen. Dan gaat dat zich optimaal gedragen. Maar zit er meerdere van die in dezelfde omgeving, die veranderen de omgeving voor elkaar. Waardoor dat die omgeving niet meer braaf is, die is niet meer stationair. En dan wordt het plezant natuurlijk. En als het niet meer braaf is, wordt het meestal dan wordt het plezant. Dat is een ander gesprek. En toen hebben we dat een beetje ingedeeld naar complexiteit. Maar een van de dingen waar we mee gestart zijn, was eigenlijk... hoe vinden mensen compromissen? Je hebt zo die theorie van de game-theorie. Je hebt een spel en je probeert samen naar een equilibrium te gaan zonder te veel te communiceren met elkaar. Ja. En dat is wat we dan als basis gebruikt hebben tussen onze lerende software om gecoördineerde lerende systemen te maken, terwijl ze toch allemaal echte onafhankelijke lerende systemen waren. En dat zijn dan verschillende systemen die constant afchecken bij elkaar. Ja, maar communicatie is duur, dus dat moest wel met een... De cloud was er niet aan door. Dus we hebben bijvoorbeeld een applicatie gedaan waarbij dat er verschillende nodes die een grote job moeten doen samen, dat die moesten leren van kijk, het zijn mijn eigenschappen, dus ik moet zo'n hoeveelheid werk vragen aan de master, opdat het allemaal vlotter verloopt en dat ze op mij niet moeten zitten wachten in die communicatielijnen. En waar zat het lerende dan in? Was dat een neuraal netwerk of regels die geschreven werden? Nee, echt die reinforcement learning. Ja. Dus echt, meestal gewoon wat we tabulair noemen. Ja. Dus nucleaire matrix. Ja.
Dus, maar ik moet nu wel zeggen, de dag van vandaag, als je reinforcement learning doet, doe je dat wel met een deep learning. Ja, 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 voilà. Ja, dus eigenlijk proberen, feedback krijgen, aanpassen. Ja. Weer proberen. Anne, jij gaat een vakdossier in geschiedenis van de AI. Roots of AI. Roots of AI, prachtig. Ik wil niet de geschiedenis, want dat lijkt me nogal saai als je dat zo sequentieel doet. Maar het is eigenlijk een vak dat ze moeten studenten hun ogen laten opengaan. En zoals dat Piet al zei, dat alles niet zo nieuw is. Ja, ja. Dat we teruggaan in de tijd, gaan zien waar zijn die zaadjes eigenlijk geplant van de algoritmen of de vragen die we nu hebben. Ik ben hier op bezoek geweest een paar weken geleden, omdat ik mijn boek aan het schrijven was over AI for the general audience. En dan ben ik al eens komen informeren. En ja, ik denk bij mij, net zoals bij heel veel mensen die nu de AI-boom meemaken, is het vaak zelfs een verrassing dat er AI bestaat buiten neurale netwerken, dat er zelfs AI bestaat die geen machine learning is. Ja. Dat je die expertsystemen hebt. Logische systemen. Ja, voilà. Kennisrepresentatie. Ja. En dat zit dus in die... Dat zit in uw cursus. Goed, alles begint dan in de meeste boeken in 1956. Je bent actief sinds de jaren 80 in dat veld. Hoe is de rit voor u geweest? Nu we dit meemaken, die ongelooflijke AI-boom, hoe zijn die voorbije jaren geweest voor u? Ik kan misschien eerst zeggen dat eigenlijk voor mij als doctoraatstudent het eigenlijk nog vrij comfortabel was. In die zin, ik kreeg een inleiding AI, ik kreeg een cursus machine learning en zo verder. Het was allemaal veel behapbaarder. Ja, oké. Dus ik denk dat het nu veel moeilijker is om daarin in te stappen, omdat er zoveel is. Dus voor mij was dat nog relatief gemakkelijk. Ik ging naar de summer school, machine learning. Je had al de grote hoofdstukken van het boek overlopen, bij manier van spreken. Dus het was gemakkelijker om een totaal beeld te vormen. Gerrit zei net dat hij een opleiding computerwetenschappen in 2 jaar gekregen had, want ze hadden niet meer dan om 2 jaar te vullen. Dan waren ze eigenlijk uitverteld. Ja. We waren toen al 4-jarige opleidingen. En dan, sinds de jaren 80, 90, ligt daar een AI-winter in ergens? Ja, dus wij spreken een winter over meegemaakt. Seizoenen. Hè. Ja. Winters en zomers, we hebben er al een paar meegemaakt. Misschien voor de mensen die niet mee zijn. Dus AI-winters wordt genoemd naar... Ja. Je hebt stijgende interesse, dan heb je een soort... Te grote verwachtingen. En dan is er een periode waarin dat er weinig funding is en weinig interesse. Ja. En dan funding hebben we eigenlijk nooit zo echt een probleem gehad. Maar toch, hè. Dus, hoor ik nu een academicus die zegt dat er genoeg geld is? Nee, maar het was misschien ook omdat we het niet verkocht hebben als AI. Wij konden ook soms wel zeggen, het is een beetje meer wiskunde. De trucendoos. Maar ik denk dat er vroeger, als wij naar... bedrijven gingen, je mocht niet zeggen dat je met AI bezig was. Dat komt echt niet. Ja, is dat is pas iets van de laatste jaren, dus dat het AI moet hebben. Maar... Een tijd waarin de AI een tegenargument was te investeren. Ja. Dat is iets, dat werd me daarnet ook gevraagd, wat is u bijgebleven over AI Lab en zo verder. En het samenbrengen van zoveel verschillende disciplines rond een onderwerp als computer science, vond ik iets nooit ergens anders gezien dan binnen AI. En je krijgt dus van die onderwerpen, als je dan zoekt naar harde computerwetenschappen, krijg je onderwerpen over, we gaan een model maken met sociologie of iets economisch erbij, of biologie, en dan denk ik, dat is een speeltuin, maar dan gaan we nu niet... Dat is een tijd geweest, denk ik, waar dat wel zo was, waar enorm veel inspiratie komt uit die kruisbestuiving. Mm-hmm. Fantastisch trouwens, ik denk dat dat een belangrijk aspect is, ik hoop dat dat blijft bestaan. Maar wat toen natuurlijk niet zo sexy was om harde funding uit te halen. Vandaag is dat iets anders natuurlijk. Maar had dat veel, hè? Allerlei mensen bij elkaar. Maar dat was ook iets minder... druk bij aanvragen van funding op wat is nu de directe toepasbaarheid. Het mocht nog echt fundamenteel zijn. Is dat iets dat nu verandert? Ik hoop eigenlijk dat de toepasbaarheid niet zo'n doorslaggevende factor blijft in fundamenteel onderzoek en funding. Of zien jullie nu dat omwille van die hype ineens alles... Altijd wel toenemen. Ik vind dat dus een jammere zaak. Ik ben dus weg uit academisch werk. Als ik erop terugkijk, vind ik dat jammer. Ik bedoel, destijds, toen ik er nog wel in zat, valorisatie, zeer belangrijk valorisatie. Stop daar nu eens mee. Ik bedoel, zorg dus dat er fundamenteel onderzoek gebeurt waar vrijheid is om dingen te exploreren. Ik bedoel, ik kom uit de commerciële kant, daar is echte valorisatie. Maar echte.
Dat is wel echt iets anders. Dan werkt je rond commerciële topics op korte termijn. En daar is een plaats voor, en dat heet de markt. Maar aan de universiteit, dan hoop ik dat dat daar niet te belangrijk wordt. Ik zit daar niet meer in, maar ik hoop... Ik zou het jammer vinden als nu, omwille van heel die hype, de valorisatie nog eens een trap bij krijgt. Ik sta er als buitenstaander naar te kijken, maar ik heb toch de indruk dat ook... DeepMind is wel fundamenteel onderzoek. En daar is toch een enorme interesse in. Dus ik denk ook als je heel fundamenteel onderzoek doet, dat je toch mee kunt surfen op de huidige interesse, denk ik. Ja, dat je mee kunt surfen is fantastisch. Mijn punt is maar dat niet bij elke aanvraag is dat valoriseren wat binnen zoveel jaar. Ja, misschien binnen 20 jaar of 30 jaar. So what? Er moeten plaatsen zijn waar ongelimiteerd vrij onderzoek op lange termijn nodig is en waar dat kan gebeuren. En soms hoor ik nog die echo's van die valorisatietrajecten en denk ik, of ik word als bedrijf dan uitgenodigd om mee te stappen in een soort valorisatietraject van een onderzoeksproject, waar ik van denk, die mensen die zouden veel gelukkiger zijn mochten ze dit nu eens fundamenteel kunnen onderzoeken, zonder dat ze moeten bezig zijn met ons als bedrijf daar te proberen half bij te houden, om daar een soort valorisatietraject te verzinnen, of half te verzinnen. Ik vind, hoe verder ik daar weg ben, hoe meer kwatsch ik dat vind. Dus laat ons zeggen dat we heel blij mogen zijn dat de eerste onderzoeken naar neurale netwerken geen valorisatiebeoordeling gekregen hebben. Want dat is zo hard. Ze hebben het wel gekregen. En toen is de winter gekomen. Ze voldeden niet. Hè. Nee, maar in het begin. Zo'n winter. Neem ons mee terug in de tijd, dames. Dat gaat eigenlijk twee grote stromingen. Hè. Ik weet de juiste benamingen niet meer, maar gaat zo de believers in de neurale netwerken? De symbolische, de logica mensen. Nu wordt het helemaal Lord of the Rings. Okay? De symbolists en de subsymbolists. Ja, wat een discussies. Hè? Ja. En zitten in zo'n AI-winter, krijg je dan toch een beetje een wij-gevoel van... de wereld kijkt nu de andere kant op, maar wij doen dapper voort met onze club. Ja. Of ben ik het aan het romantiseren? Ja, ik denk dat wel. Je beseft dat niet als je daarin zit op dat moment. Op dat moment denk je, ik heb een goed idee, ik ga er proberen een proposal van te maken, ik ga daar iets mee doen. En achteraf blijken die dingen allemaal maar, denk ik. Ja. Op die momenten is het waarschijnlijk een kleinere club die elkaar internationaal ook kent en die zo doorstuurt. Ja. Daar komen jullie vandaan en nu opeens... Ja, het is een hittegolf, hè. Ja, de hittegolf, inderdaad. Dat heb ik ook gehoord van u. Je hebt AI winters gehad en nu zitten we in de AI-hittegolf. Die heb ik zelf nooit meegemaakt. Ik bedoel, heel die deep learning, dat is van... Ja, dat voor mijn tijd, alleen na mijn tijd hier. Dus, Ja, maar het is inderdaad wel zo dat het aantal mensen op conferenties dat gigantisch gegroeid is. Hè. Voilà. De community is veel groter geworden. Hè. Ja. Maar als pionier denk je dan toch van, wees welkom, maar wij waren hier eerst. Ja. En hoe is het nu? Want AI Hittegolf, het is ook een onderwerp dat al een paar keer gepasseerd is. Veel mensen die de geschiedenis en de roots van het veld kennen, die denken nu van, dit gaat ook weer een correctie krijgen. Ja, dus, absoluut. Ja. Want bij mij is het gevoel niet zo, omdat ik er buiten sta. Ik hoor dat van jullie en dan geloof ik dat uiteraard. Maar ik denk, het is er nu. Het wordt echt gebruikt, heel concreet. Het heeft ook zijn waarde. We gaan het niet wegdenken. Voilà, de afkoeling gaat er sowieso komen. Okay. Doordat we, één, krijgen we het juridisch allemaal oké. Okay, ja. Krijgen we het ethisch in orde. Ja. Dus ik denk dat daar wel... Dus na de hittegolf, het gaat niet meer vriezen? Nee. Maar het gaat geen ijstijd. Het gaat geen ijstijd zijn, want inderdaad, je kunt het nu niet meer wegdenken. Maar hoe gaan we er nu op een ethisch verantwoorde manier mee om? En hoe, als ik dingen genereer met die ChatGPT en ik gebruik dat in mijn bedrijf, mijn concurrent kan dat ook gaan doen, want dat is allemaal nog niet sluitend. Ja. Dus eens dat mensen daarachter gaan zijn, eens dat er een paar grote processen gepasseerd zijn, gaat die voorzichtigheid... Er komen. De grote processen. Ja, maar er wordt nu al geprocedeerd. De echt grote uitspraken zijn er nog niet geweest. Het is geweest, maar het zal wel... Ja. Het is heel zoekend ook. Ja. Zo, mensen vragen mij bij mijn voorstelling, maak je dan een paar afbeeldingen met Dali? En de vraag die heel vaak komt is, van wie is dat nu? Ja. En dan zeg ik, Ik zeg, het auteursrecht ligt bij mij. En de reden is dat OpenAI dat zo beslist heeft. Want eigenlijk heb je geen enkele basis om te zeggen wat dat nu echt zo is of niet. Dus we hebben nog een heel wettelijke kant ook. Ja. Ik heb hier vandaag op de zetel al sociologie horen passeren, ethiek.
Heel veel semantiek. Creativiteit, kunstdingen, wiskunde, uiteraard. Computerwetenschappen, neurologie. Cognitive studies. En nu komt er nog een juridisch ding bij ook. Ja. Dus het is wel waar wat gezegd. Dit is een soort aantrekpool. Het is een soort knooppunt van zoveel disciplines die samenkomen rond dat één. Ja. Dat is niet nieuw, hè? Dat is iets dat voor zover, zolang dat ik daarin zit, van is weer lang. Wat wel nieuw is, denk ik dat iedereen er nu mee experimenteert. Ja. Als je kijkt naar die zelfrijdende auto's, hoe lang dat duurt voordat er hier door de straten gaan rijden, tegenover die ChatGPT, daar zijn we nu wel allemaal mee aan het experimenteren. Ik denk dat iets nieuws is. Ja. Maar het interdisciplinaire, om daarop terug te komen, is altijd wel een insteek geweest, typisch van het lab hier, hè? Van mensen samen te brengen van een andere achtergrond eigenlijk, om samen over die problematiek na te denken. Dat maakt het lab wel volgens mij uniek.